We gaan eerst naar Brussel, want de Europese Commissie keurt de uitkoop van piekbelasters goed. De uitkoopregeling is een onderdeel van het stikstofbeleid van minister Van der Wal. Nu contact met agrarisch adviseur Lambert Polinder. Goedenavond, meneer Polinder. Goedenavond. Ja, dat is best wel nieuws, hè? Brussel heeft groen licht gegeven. Wat houdt dat nu precies in? Nou, dat de minister inderdaad de regeling mag gaan uitvoeren om piekbelasters te kunnen uitkopen. De prangende vraag was of dat geen staatssteun zou zijn. En de Europese Commissie heeft geoordeeld dat er geen sprake is van staatssteun onder de voorwaarden die daarbij zijn gegeven. En dat de minister inderdaad de regeling mag uitvoeren. Ja, ja, en is het echt zo concreet? Kunnen we nu morgen meteen beginnen? Of komt daar een hele administratieve rompslomp vandaan? Nou, daar moet nog wel het een en ander voor opgetuigd worden. Het is een beetje de vraag in hoeverre het ministerie daar al voorbereid is geworden. Omdat al wat langer geleden, eigenlijk zou per 1 april al een website beschikbaar zijn. Waarop je kon zien of je piekbelaster was en welke maatregelen er dan voor jouw bedrijf eventueel van toepassing zijn. 1 april, dat hebben we al een poosje gehad. Toen is het er niet van gekomen. Het is de vraag of het ministerie ondertussen wat heeft klaargezet. Dan zou het wel heel snel kunnen. De verwachting is dat eind van deze maand concreet wordt gemaakt welke maatregelen van toepassing zijn voor welk bedrijf. Ja. En wat gaat dit dan concreet ook betekenen voor het stikstofbeleid, maar ook voor de boeren? Nou, de bedoeling is om daarmee wat ruimte te creëren. Volgens de theorie is het zo dat we met de kritische depositiewaarde, de achtergronddepositie is een stuk hoger als die kritische depositiewaarde, de hoeveelheid stikstof die de natuur eigenlijk kan hebben. En met die opkoopregeling hoopt de minister te bereiken dat er ruimte gaat ontstaan om weer vergunningen te kunnen verlenen. En bijvoorbeeld om die pasmelders te kunnen legaliseren. Daarvoor is de regeling ook in eerste plaats bedoeld. Ja, en nu willen ze best wel een heel aantal boeren ook uitkopen, 3000. En dat zit dan rond die Natura-gebieden. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Kunnen boeren dat zelf aanvragen of gaat de overheid piekbelasters actief benaderen? Er komen twee verschillende regelingen. En het zijn beide vrijwillige regelingen. Dus het staat je vrij om daaraan mee te doen of niet aan mee te doen. Het ministerie heeft aangegeven dat ze 3000 agrariërs in potentie met de piekbelastersregeling mee willen laten doen. Dat is de regeling waar mevrouw Van der Wal, minister Van der Wal, het over had, de woest aantrekkelijke regeling. Er kan een plus verkregen worden bovenop de economische waarde van het bedrijf, boven de dagwaarde eigenlijk van het bedrijf. Daarvoor moet je dus piekbelaster zijn. Wat precies een piekbelaster is, dat is nog steeds niet gedefinieerd. Dus welke 3000 bedrijven straks er eventueel voor in aanmerking komen, dat weten we nog steeds niet. Maar dat is met die LBV Plus regeling. Daarnaast komt er een beëindigingsregeling voor andere veehouderijen die niet per se piekbelaster zijn. En die kunnen tot 100% van de waarde van hun bedrijf vergoed krijgen. Die is iets minder woest aantrekkelijk. Ja, of de doelstellingen gehaald zullen worden, daar is best wat scepties over. Ik dacht ongeveer een maand geleden is er wat onderzoek naar gedaan en bleek de bereidheid om met dat soort regelingen mee te doen nog niet zo heel groot te zijn. We zullen moeten afwachten hoe dat in de praktijk gaat werken. Ja, nou, we houden het in de gaten. In ieder geval bedankt voor uw toelichting, meneer Polinder.